Top. Sorry dat ik jullie schema een beetje omgooi, maar ik moet om 5:15 echt wegwezen. Dus daarom heb ik even gewisseld met Suzanne. Mijn naam is Steven Lammertink. Ik ben de oprichter van The Circle. We bestaan ongeveer 2 jaar. Wat ga ik jullie vertellen? Waarom influencer marketing? Waarom is influencer marketing met name de laatste jaren zo enorm gegroeid? Wat doen wij met Circle? Wie ben ik? Hoe kun je geld verdienen met je blog en met je sociale kanalen? Een aantal tips en tricks van mij. Een primeur heb ik voor jullie. We ronden af met wellicht wat vragen. Ik ben Steven Lammertink. Ik ben de oprichter van Circle. Dit is mijn 3e start-up. Ik heb een tijdje in Amerika gezeten bij Adobe. Wellicht bekend van Photoshop en Illustrator en dat soort partijen. In Silicon Valley, als onderdeel van een soort beurs. Ik ben door de Nederlandse overheid geselecteerd voor een Kauffman Scholarship. En die heeft mij langs Harvard en MIT en Stanford gebracht. En als onderdeel daarvan mocht ik ook als soort van visiting fellow werken bij Adobe. Waar ik heel veel design skills heb geleerd en eigenlijk ook voor het eerst echt ben omgegaan met technologie. Circle, we hebben nu 2 kantoren, 1 in Amsterdam en 1 in New York. Ik splits ook mijn tijd tussen Amsterdam en New York. Als jullie denken, goh, wat ziet hij er vreemd uit? Ik heb mijn vliegpak aan, want ik ben vanochtend uit vliegtuig gekomen. Waarom influencer marketing? Dit is eigenlijk een slide waarmee ik bijna altijd open. Met name voor brands heel erg interessant. Want het is wel goed om eigenlijk het hele marketinglandschap te begrijpen. Dan kunnen jullie namelijk ook veel beter inzien waardoor zoveel merken ineens zoveel interesse hebben om met influencers te werken. Want als je gaat kijken naar welk deel influencer marketing precies beslaat van het hele marketinglandschap, dan zie je eigenlijk daar links onderin, onder organic acquisition, het kleine puntje wat influencer marketing heet. Nou, wat zien wij? Onder andere door bijvoorbeeld de opkomst van adblockers. Veel mensen installeren adblockers omdat ze geen advertenties meer willen zien die er niet meer toe doen. Zijn merken aan het kijken van oké, mijn advertenties worden niet meer gezien. Ongeveer 40% al in de US, de US wordt geblokkeerd. Hoe kunnen we alsnog onze doelgroep bereiken? Influencer marketing is er 1 van, programmatic is een ander en zo heb je nog een aantal andere stromingen. Brands willen met influencers werken omdat ze zelf niet goed in staat zijn unieke content te produceren om hun merk heen. Alle content die je hier ziet is gecreëerd door influencers. Zoals je ziet is heel veel van die content van een enorm hoog niveau wat die brands vervolgens in kunnen zetten voor in-store ads, banner ads, newsletters, etc. Want als je gaat kijken naar wat normaal gesproken een contentproductie kost, zit je vaak 40.000, 50.000 euro. Met influencers kun je het vaak voor enkele duizenden euro, soms zelfs minder doen. Bijvoorbeeld deze post is een post voor Wolford. Ligt onder de vrouwen, wat meer bekend dan onder de mannen. Wat Wolford zelfs doet is deze content gebruiken op de verpakkingen van hun producten. En dat kost nou, 500 euro en een paar kousen. Dus dat is super interessant. Nou, de groei van de markt, beetje technisch verhaal, ik zal het ook kort houden, maar in principe is influencer marketing native advertising. Wat betekent dat nou? Dat betekent dat je aan het adverteren bent op een kanaal waar jij eigenaar van bent. Zoals je ziet is met name in Amerika een enorme groei in die markt over nou, zowel de afgelopen jaren, maar ook het komende jaar geforecast. Als je gaat kijken naar welk deel van die taart door influencer marketing wordt bekleed, nou, dan zie je het al die 22%. En is eigenlijk voor het eerst dat paid search, wat traditioneel gezien altijd het grootste kanaal was, echt aan het afnemen. Dus influencer marketing neemt een substantieel deel van die markt over. Dat is eigenlijk ook iets wat we altijd historisch al hebben gezien, want influencer marketing is eigenlijk niets meer dan een persoon, een celebrity, iemand met invloed, die eigenlijk een bepaald product of een bepaalde dienst aanprijst. Alleen gebeurt dat nu digitaal en niet meer op het billboard langs de A1 of langs de A4.
Wat wij dus ook forecasten is dat influencer marketing groter zal zijn dan social media advertising. Dat zie je eigenlijk in de laatste grafiek, waarbij die in 2018, medio 2017, het traditionele advertentiepatroon al voorbij streeft. Groei van platform. Nou, dit is echt groei van ons platform eigenlijk over het afgelopen jaar. Als je alleen al kijkt naar 2016, ik begin even met de laatste grafiek, dan betaalden wij al meer dan €80.000 per maand uit aan influencers die met ons werkten. Wij forecasten nu dat voor december we ongeveer naar de miljoen gaan per maand. Om aan te geven hoe groot die markt zeg maar, op dit moment al aan het groeien is. Het hoogste bedrag wat wij tot nu toe aan één influencer hebben betaald is $200.000 voor één post op Instagram. Dat was namelijk aan The Fat Jew. En die heeft zo'n 9,5 miljoen volgers. En daar kregen we nog korting ook. Dus ja, goede deal. Eigenlijk zie je, alle grafiekjes gaan omhoog. Ook het aantal influencers op ons platform. 8000 in december. We zitten nu op 9100 ongeveer. Dus ons netwerk groeit met zo'n 5% per week. En wij cureren het netwerk best wel sterk. Dat houdt in dat bloggers die niet actief zijn of eigenlijk geen werk krijgen via ons, van het platform af worden gekikt. Ik zal zo uitleggen waarom. Wat wij ook doen is wij verdelen de influencers in tiers. Dat betekent eigenlijk niets meer dan, we hebben tier 1 tot en met 5. Tier 5 betekent influencers met een bepaald bereik van 0 tot 10.000. Tier 4 is 10 tot 50.000. Tier 3 50 tot 100.000. Dan heb je tier 2 100 tot 300.000 volgers. En tier 1 is meer dan 300.000 volgers over alle kanalen tezamen. De grootste trend die wij op dit moment zien is dat heel veel brands, met name uit de US, met micro-influencers willen werken. Want wat je veel ziet is dat influencers met bijvoorbeeld meer dan 150.000, 200.000 volgers, ongeveer maar 25% ervan zit in Nederland, van die volgers. Dus merken die hebben wellicht het gevoel van, goh, nu ben ik aan het adverteren in Nederland. Maar eigenlijk adverteren ze vaak in Amerika of in het Verenigd Koninkrijk. Dat is iets wat onze technologie ook inzichtelijk maakt. Wat ik jullie straks ook zal laten zien. Wat is Circle? Dit zijn een aantal van onze klanten aan de rechterkant. Heel veel van onze klanten komen met name uit het Verenigd Koninkrijk en uit Amerika. Ik split ook mijn tijd tussen Amsterdam en New York. En binnenkort openen wij ook een kantoor in Londen, omdat daar de advertentiemarkt gewoon veel groter is. We hebben nu 22 employees, 1,1 miljoen investment opgehaald van een van de oprichters van Scotch & Soda. En in juni hopen wij opnieuw weer een ronde op te halen bij Venture Capitalists, een wat grotere ronde. Ik ga even schakelen, want dan kan ik jullie zomaar live het platform laten zien wat wij ontwikkeld hebben. Dus om even een stap terug te zetten. Circle is een netwerk van ongeveer 9000 influencers uit meer dan 50 landen. Wat wij doen is, wij maken het heel erg simpel voor celebrities, DJ's, bloggers, vloggers. Iedereen met invloed op een bepaald sociaal kanaal of blog. Over Instagram, Twitter, Facebook, Google Analytics, Tumblr en YouTube. Zich aan te melden voor ons platform en campagnes te kunnen participeren van merken wereldwijd. Al deze blokken die je hier ziet zijn campagnes van merken waar wij op dit moment campagnes mee draaien. Dus dit is ook wat wij noemen de dashboard voor alle influencers. Ze kunnen zich gewoon hier registreren, iedereen kan zich registreren. Je kan hier doorheen scrollen en je kan dus op zo'n campagne drukken. Als het wifi meewerkt, dan laat de campagne ook. Daar komt ie. Dit is bijvoorbeeld een campagne van de New York City Garment District. Dus de stad New York wil een district in de stad promoten. Eigen city marketing. Dat is ook iets wat we de laatste tijd veel zien. Als influencer kun je dus aanmelden voor deze campagne. Je ziet ook voor wie deze campagne toegestaan is. Dus alleen influencers uit de US of influencers met bereik in de US.
Nou, je kan dus naar beneden scrollen en aan de linkerkant kun je lezen waar de campagne precies over gaat. En aan de rechterkant staat wat er van jou wordt terugverwacht zodra je door het merk wordt toegelaten voor deze campagne. Dus in dit geval moet je een blogpost schrijven, 4 foto's delen of 4 foto's bezoeken, 4 plekken bezoeken, 4 foto's delen, iets op Instagram posten, deze handle gebruiken, deze hashtags, iets op Facebook, iets op Twitter. En dit is het bedrag wat je krijgt, in dit geval op basis van mijn volgersaantallen. Dus hoe meer volgers, volgens mij is het totale of het maximum bedrag wat je kunt krijgen $4500. Dus best wel een substantieel bedrag als je kijkt naar zeg maar, de taken die hierin gespecificeerd staan. Nou, wat je hier onderin staat nog wat meer informatie over het brand. Dus dit is iets waar heel veel influencers, bijna 50% van ons netwerk logt hier dagelijks op in. En die bekijkt dus ook de nieuwe campagnes die er zijn. Want je kan op deze manier in contact komen met merken waar je anders nooit in contact mee had kunnen komen. Dus dat is wel dat is een grote plus. Wat je ook kan doen, en dat is hier helemaal onderin, is je kan pitchen naar alle merken waar wij campagnes mee gaan doen of campagnes mee hebben gedraaid in het verleden. Nou, wat betekent pitchen? Het betekent eigenlijk, als je kijkt naar hoe is blog ontstaan, dat betekent eigenlijk hele authentieke content de wereld insturen en ook creëren op basis van wat je hebt ontdekt. Nou, wat je dus kan doen is je kan een pitch insturen naar UNICEF en dan kan je dus zeggen van oké, waarom pas jij bij UNICEF? Wat is het creatieve idee wat je hebt? Want misschien is het gek voor jullie, maar heel veel merken zijn niet in staat om zelf met hele creatieve oplossingen te komen. Daarom willen ze graag met bloggers werken. Nou, dat vul je eigenlijk allemaal hierin en dan kan je die pitch versturen. En die gaat dan eerst naar ons team. En wij checken of die pitch enigszins zeg maar redelijk is. En vervolgens gaat die naar de klant toe, in dit geval UNICEF. En zo kun je ook heel snel een connectie maken met een merk waar je anders misschien niet zo snel bij was gekomen. Dus we hebben eigenlijk een model wat bestaat uit 2 componenten. Enerzijds zijn de campagnes van de brands waar wij gewoon campagnes mee doen. Die zijn wat gerichter op zoek echt om met influencers te werken. En anderzijds kun je ook zelf eigenlijk een soort reach-out richting brands doen die al in ons systeem zitten. Onze merken die hebben eigenlijk eenzelfde dashboard. Daar kunnen ze nieuwe campagnes starten. Dus dit is echt waar onze brands op inloggen. Nou, hier zie je bijvoorbeeld allemaal campagnes. Dit is van een retailer uit de UK. Nou, ik kan op zo'n campagne drukken. En wat hij nu gaat doen is alle dataprofielen van alle influencers laden. Die eigenlijk de influencers in die influencer dashboard hebben gecreëerd. Want wat gebeurt er nou op het moment dat je een account bij ons aanmaakt als influencers zijnde? Maak je eigenlijk een soort digitaal datapaspoort aan. En dat digitale datapaspoort dat ziet er als volgt uit. In dit geval hebben 294 influencers zich aangemeld voor deze campagne met een potentieel bereik van 27,6 miljoen volgers uit 38 landen. Nou, voor het merk is het super interessant, want die kunnen zo zeggen van nou, ik wil alleen maar influencers zien met veel bereik op Instagram. Ik wil alleen maar influencers zien met bereik in Italië. Ik wil alleen maar influencers zien die, weet ik veel, op de shortlist zijn gezet. Dat gebeurt namelijk door mijn team. Wat je ook kan doen, is je kan op zo'n profiel drukken en dan krijg je dat datapaspoort te zien. Dus hier zie je bijvoorbeeld alle content die, nou, in dit geval Erica, de wereld instuurt. Je ziet haar blog, je ziet het aantal volgers dat ze heeft en je ziet ook waar ze vandaan komt. Wat je ook ziet, is hoe haar sociale account zich de afgelopen 30 dagen heeft opgebouwd. Groeit ze? Groeit ze niet? Hoeveel comments krijgen ze on average? Hoeveel likes krijgen ze on average? Hoe engaging is haar content gemiddeld genomen? Dat is eigenlijk waar PEB voor staat, Personal Engagement Benchmark. En belangrijker nog, welk percentage van haar volgers zit daadwerkelijk in Italië? In welke stad? Bereikt deze persoon vrouwen of mannen? In welke leeftijdscategorieën? Welke inkomensniveaus? Welke interesses hebben die volgers van deze persoon? En heeft zij al eens met ons gewerkt in het verleden? Dus eigenlijk krijgen wij, of krijgt het merk, een best wel compleet dataprofiel te zien van hey, die influencer, die komt wel uit Italië, maar die heeft helemaal geen bereik in Italië. Of die heeft helemaal geen bereik in de leeftijdsgroepen die ik probeer te targeten. Of misschien moet hij helemaal niet met die man werken, maar moet ik juist met de vrouw werken om mannen te bereiken.
Dus dat is iets wat ons datasysteem eigenlijk toont aan alle brands. En dat doen we dus over heel veel verschillende kanalen. Ik zal er nog even een andere proberen bij te pakken. Dat is er eentje. Als jullie trouwens vragen hebben tussendoor, steek gerust je vinger op. Ja. Ja. Ik zit wel mee te typen, maar ga je dit beschikbaar maken? Of moet ik... Nee, altijd betalen. Nee. Nou, de influencerkant is beschikbaar, zeg maar, voor de influencers. Voor de brands kun je ook een account aanmaken, ja. Maar je moet wel een campagne starten om, zeg maar, die hele... Ik wilde meer je verhaal. Ja, volgens mij wordt opgenomen en... ja. Sorry. hier zie je een wat completer profiel. Deze persoon heeft bijvoorbeeld ook zijn Google Analytics achter zijn blog gekoppeld. Want dat is dus ook informatie die wij aan het systeem in kunnen trekken. Vanwege het internet duurt het heel erg lang. Maar goed, ik denk dat jullie begrijpen wat ik bedoel. Dus zo kun je makkelijker zien ook als iemand meerdere kanalen heeft waar die bereik op heeft. Van oké, hoe zit dat precies in elkaar? Nou, stel dat het merk heeft eenmaal de juiste selectie gemaakt van de influencers waarmee ze willen werken. Log ze in op Analytics. Ja, daar gaat hij. En dan kunnen ze ook eigenlijk de performance van hun hele campagne tracken. Nou, je ziet veel getallen, maar eigenlijk is het heel simpel. In dit geval heeft dit brand 6 influencers geselecteerd. Die hebben 32 stukjes content gemaakt. Die stukjes content zijn verspreid over één land. Meer dan 125.000 likes, comments en shares gekregen op die content. 1,7 miljoen mensen bereikt, met name op Instagram. Je ziet hier alle engagementcijfers en ook versus een benchmark. Dus wij benchmarken al onze influencers en we kijken dus eigenlijk naar hun average performance. En we vergelijken die ten opzichte van hoe de campagne heeft geperformed. Dat is interessant voor een brand om te weten, want traditioneel gezien kreeg je alleen te zien van nou, oh ja, engagement is 2%. Maar dan weet je helemaal niet of 2% hoog of laag is ten opzichte van de influencers die je hebt geselecteerd. Dus hier zit eigenlijk een hele drill-down in van informatie die voor brands helpt om inzichtelijk te maken, oké, als ik weer een campagne doe, met wie moet ik dan werken? Wie heeft voor mij voor de meeste exposure gezorgd, voor de meeste sales, et cetera? Ja. Dat moet ze kopen, die informatie, voor wie die verkrijgt. Dat zit eigenlijk bij de prijs in. Okay. Ja. Dus hoe wij werken is, wij doen campagnes vanaf 10.000 euro. Ons fee is 25% daarvan. En de rest gaat naar de influencers. Ja. Nou, het voordeel voor merken is dus dat ze eigenlijk niet meer hoeven te onderhandelen met alle influencers. Nee, want je krijgt namelijk een prijs te zien die in je dashboard wordt getoond op basis van jouw bereik. En die accepteer je of niet. Maakt voor brands heel erg transparant. En ook voor influencers, want die zien, oké, dit is mijn beloning als ik deze en deze en deze post de wereld inslinger op deze en deze kanalen. Nou, wat zijn dus nou onze producten? We hebben een influencer dashboard, die heb ik jullie net laten zien. We hebben een dashboard voor alle brands en voor alle agencies. En we hebben sinds gisteren een mobiele app gelanceerd. Zowel op de iPhone als op Android devices. Hij wordt nog geüpdate, er zitten nog wat bugs in, zoals dat altijd gaat. Maar het mooie daarvan is dat je eigenlijk heel gemakkelijk op die manier ook campagnes kan bekijken en je ervoor kan subscriben. Nou, een van die dingen, die heb ik jullie eigenlijk net ook al laten zien, dat is iets wat wij dus demographics noemen. We maken dus dat dataprofiel van die influencers en trekken dus eigenlijk informatie ons systeem in. Zoals nou, welke bereik je mannen, vrouwen, leeftijdsgroepen, in welke landen, in welke steden. Dat is eigenlijk wat je hier ziet. Dit zijn een aantal van de merken waarmee wij hebben gewerkt. Ja. Influencers dan ook, zeg maar? Ja. Okay. Ja. Je kan dat zien vanuit je app. Dan zie je ook waar je volgers vandaan komen en je groeirates en dat soort dingen. Ja. Dat zijn wat dingen voor brands. Geld verdienen met je blog. Hoe kun je campagnes binnenslepen? Heel veel bloggers vragen direct aan mij, oh, ik heb 10.000 volgers. Heb ik wel kans op campagnes? Eigenlijk de grootste campagnes die wij op dit moment zien, en waar ook het meeste budget in wordt gestoken, zijn de campagnes met micro-influencers. Van Under Armour naar zonnebrandmerken. Ze willen allemaal eigenlijk met bijvoorbeeld 60 tot 80 influencers
per campagne werken. Die vaak hele kleine bedragen betalen of helemaal niet en alleen een product geven. En zorgen dat ze op die manier over hun merk gaan schrijven en er ook een soort van binding en een relatie ontstaat. Dus het interessante daarvan is dat ook kleinere influencers de mogelijkheid krijgen om campagnes te kunnen binnenslepen. Want de grotere influencers die worden vaak toch al bereikt door de merken. Maar wat veel brands ook zien is dat veel influencers die werken echt met allerlei verschillende merken. Het maakt niet zoveel uit, zolang ze maar betaald worden, nemen ze de klus wel aan. Dat is niet iets wat per se mijn advies zou zijn. De allerbeste influencers die maken hele goede keuzes over, oké, is het verstandig om mij aan dit merk te gaan verbinden? Dus dat is echt iets waar ik denk dat je goed over stil moet staan. Nou, wat? Ja. Als je net, als je net een beetje wil beginnen, is dan dat juist, wat je nu net vertelt over die micro-influencers, is dat dan juist de manier om daar, zeg maar, dan eerst op te concentreren voordat je, zeg maar, als opstap? Nou ja, je zit natuurlijk per definitie bij een micro-influencer, want als je net begint heb je niet zoveel volgers. Dus of dat moet heel hard groeien, maar je zit sowieso in die categorie als je net begint. Dus ja, daar zit je. Maar volgers kopen en zo, dat zijn allemaal, er zijn voldoende systemen voor, inclusief die van ons, waar je dus te zien krijgt van deze persoon heeft volgers gekocht en dan werkt het merk gewoon niet met je. Dat is iets wat we best wel veel zien. Ja. Wat belangrijk is, nou goed, dus je profiel in de gaten houden, wat wij dus ook aanbieden in de dashboard voor alle influencers. Al je sociale kanalen en je blog ook toevoegen. Want de meeste equity, dus de meeste waarde, zit nog steeds echt in het creëren van een blog. Niet zozeer een sociaal kanaal zoals Instagram. Dat heeft te maken met dat je niet zo makkelijk van Instagram naar een ander sociaal of naar een ander medium gaat. Omdat Instagram jou in Instagram probeert te houden. Nou, wat voor type campagnes hebben wij nou? We doen allerlei verschillende type campagnes. Events, productpromoties, coverage van weet ik veel, bepaalde deals. In de financiële sector, we werken bijvoorbeeld met de ING Bank, waar ze laten zien van goh, zo makkelijk is het om te betalen met je smartphone. Dus je kan het letterlijk niet zo gek verzinnen of het gebeurt. En merken zijn ook vaak heel open voor hele creatieve ideeën. Hoe creatiever, hoe eerder de kans dat je ook slaagt om met zo'n brand te kunnen werken. Met de merken die wij werken is budget bijna nooit het probleem. Dus we hebben bijna altijd budget. Dus stuur echt vooral zeg maar, pitches in richting brands of richting personen die de marketingafdeling vertegenwoordigen. Wat tips en tricks. Wat we veel zien. Influencers die registreren zich voor ons platform, die gaan massaal pitches sturen en die kopiëren elke pitch die ze eenmaal maken voor Unicef, Scotch & Soda, ING. We krijgen ze maar letterlijk gewoon de hele rits binnen, worden er in één keer uitgeflikkerd. Dus dat is niet handig. Laag engagement rate, minder dan 1%, minder dan 0,8% over één sociaal kanaal, maak je eigenlijk geen kans bij ons om voor een campagne geselecteerd te worden. Dat betekent dus dat de content die je de wereld inslingert van een dusdanig hoge kwaliteit moet zijn, dat mensen het ook echt interessant en relevant vinden. Wij mikken vaak op zo'n 2% aan de onderkant om er echt voor te zorgen dat je campagnes krijgt. Verschilt een beetje per kanaal, maar het betekent eigenlijk de ratio van het aantal likes en comments ten opzichte van jouw volgers. Dus als jij net begint en je hebt 100 volgers en 10 daarvan die like of commenten het, dan heb je eigenlijk een 10% engagement rate. Even heel zeg maar, zwart-wit gezegd. En dan geef je nog geen gewicht aan een like of een comment. Verschilt ook per tak van sport? Ja, verschilt per sociaal kanaal. Ook omdat je andere variabelen hebt. Op Instagram kun je geen content zeg maar, delen of sharen, zoals je op Facebook bijvoorbeeld wel kan. Dus wij hebben een aantal algoritmes over die sociale platformen ontwikkeld, wat die engagement rate daar ook inzichtelijk maakt. Ja. Er is bijvoorbeeld eigenlijk haast geen engagement meer op Facebook. Er wordt weinig geliked of gecomment, omdat ze dat allemaal, zeg maar, Facebook die cureert die hele bol. Daarom krijg je nu steeds meer van die
advertenties te zien. Weet je wel, zoals de Lad Bible. Ik krijg alleen maar de Lad Bible en dat soort dingen. Nou, kwaliteit van je content, die moet je echt bewaken. En dat betekent dus ook dat de keuzes van de merken met wie je wil samenwerken, dus ook echt, het moet een goed doordachte keuze zijn. Want anders ga je gewoon inleveren op je engagement rate. Dues cureren met wie je werkt. Nou, kwaliteit van je content bewaken en dus hele duidelijke keuzes maken. Als jij voelt dat Scotch & Soda niet goed bij je past, moet je er vooral niet mee werken. En ook niet gaan zoeken van hoe je het dan eventueel wel kan laten werken. Influencers die het bijvoorbeeld heel erg goed doen, nou, dat zie je hier. Dit was voor UGG. Kwaliteit van de content, kwaliteit van de foto, super hoog. Heel mooi gestyled. Het voelt heel erg naturel. Terwijl ze waarschijnlijk heel erg veel werk hierin heeft gestoken. Foto's heeft gere-edit. En vervolgens hangt UGG dit dus ook echt in de winkel op. Omdat ze het zelf gewoon niet zo makkelijk meer kunnen creëren. Nou, ik heb deze laten zien. Was voor Wolford. Deze komt binnenkort op de verpakking van een Wolford product. Want wat doen wij nou? Na zo'n campagne sturen wij eigenlijk een hele case study met een overzicht van, hey, je hebt met 22 influencers gewerkt. Dit zijn je resultaten. Dit was hoeveel je uit hebt gegeven en dit is wat je ervoor hebt teruggekregen. Ons advies is namelijk dat je met blogger X, Y en Z opnieuw gaat werken in een volgende campagne. Merken zoals UGG doen ongeveer 2 campagnes per maand bij ons, gefocust op verschillende landen. iPhone en Android app. Nou, zoals ik zei, staat sinds gisteren in de App Store. Het leuke hiervan is dat wat wij veel zagen is dat merken vaak influencers willen activeren die door de stad heen lopen. Dus stel je voor, je bent ongeveer op 500 meter afstand van een Scotch & Soda winkel. Sturen wij een notificatie naar jou, waarbij we zeggen, goh, loop even de Scotch & Soda store winkel in. Krijg je €500 in ruil voor een post op Instagram en op Facebook. Dus dat is super cool, want heel veel influencers vliegen heel veel. Dus je zit in New York en weet ik veel waar. Dan kunnen ze allemaal winkels binnenlopen of ze kunnen een event van Warner Brothers joinen. Terwijl ze daar ter plekke zijn. Dus advies 2 is download vooral onze app. En dan krijgen jullie ook toegang tot deze functionaliteit. Dat was eigenlijk mijn presentatie. Heel erg bedankt. Zijn er nog vragen? Aan het begin van je verhaal zei je van als bloggers niet actief zijn of wat dan ook, dan ja. Nou, dat in de gaten, wanneer ben je niet meer actief? Ja, ongeveer de helft van ons netwerk logt dagelijks in. Dat houden wij sowieso in de gaten. Maar als je 100.000 of 150.000 volgers hebt en je krijgt nooit een campagne en bijvoorbeeld jouw engagement rate is heel erg laag of die wordt alleen maar lager, dan nemen wij waarschijnlijk afscheid van je. Ja. Yes. Ja, yeah. Fashion 40%, travel 30%, lifestyle 20% en dan heb je de rest nog een beetje electronics, sport, steeds meer fitness, city marketing, dat soort dingen. Yeah. Yes. Wat voor soorten content? Ik begrijp schrijven, foto's, yeah. Kun je iets meer over zeggen? Verschilt heel erg. Ik kan wel wat voorbeelden laten. Ik kan me foto's ook voorstellen. Ja, weet je wat het is? Kijk, dit is bijvoorbeeld voor KLM. En als ik aan KLM denk, dan denk ik meteen aan de binnenkant van een saaie Boeing. Maar als je ziet wat zeg maar, die influencers daarmee doen, dat is ongelooflijk. Dus dit is iemand, nou, die kreeg, ik geloof, €1000 van KLM. Werd naar een bestemming toegevlogen en hotelovernachtingen, samen met haar vriend. Ja, dan vertelt ze dus zowel in het Engels als in het Spaans van oké, zo pak ik mijn cover in. Zo ga ik op reis. Zo plan ik mijn bestemming. Zo lig ik erbij op het strand. Deze beautyproducten neem ik mee. Zo zorg ik dat ik makkelijk het vliegtuig in ga. En eigenlijk pas hier in de, helemaal onderin zie je een gesponsord videootje van KLM staan. Dus de content die wordt gecreëerd is heel breed. En is bijna van editorial quality.
Soms is het veel meer. We hebben laatst bijvoorbeeld met Sony een albumrelease gedaan van de Chainsmokers in New York. En dat was echt gewoon puur delen van artwork die Sony beschikbaar stelt. Dus het kan of heel recht toe recht aan zijn, of er is enorme creatieve vrijheid. Wij adviseren onze brands vaak voor het laatste te gaan, omdat je dan dit soort dingen krijgt. Ja. Combinatie om schrijven en foto's. Ja, ja. Dat, wij vinden dat het sterkst. Korte video's. Ook iets wat veel meer opkomt, waar je ook goed naar moet kijken, zeg maar het medium waar je op inzet. Kijk, mm-hmm. op Instagram heeft het niet zoveel zin om een hele lap tekst toe te voegen, dus dat wordt vaak al korter gehouden. Blogs, die lenen zich daar veel meer voor. Het interessante daar ook van is, van een blog is dus de, omdat je die ruimte hebt, krijg, wordt de kwaliteit van je content automatisch veel hoger. Maar het is ook wat kostbaarder. Dus niet alle brands doen dat. Ja. Yes. Wie zijn voor jullie de belangrijkste klanten, de opdrachtgevers of de opdrachtnemers? Allebei. We hebben twee mensen zeg maar, actief op influencer acquisitie. Dus die acquireren continu nieuwe influencers voor onze brands. Maar uiteindelijk betalen onze brands. Wij rekenen niets aan de influencer side. Nee. Dus zonder brands geen cirkel. Okay. Ja. En hoe lang bestaat je bedrijf nou? Twee jaar. Twee. Ja. Gaat goed. Het meisje die voor Carina en Vop. Ja. Dat ze met de fotografer ging op reis en met de stylist of deed ze dat ook in Nou, het exacte antwoord weet ik niet. Maar wat we vaak zien is dat influencers een vriend, zeg maar hun vriendje, is vaak fotograaf. Dus daardoor... Ja. Maar je wordt met 1000 euro betaald. Maar ja, weet je, we hebben een campagne met Ford gedaan en kregen ze 28.000. Werden influencers ingevlogen naar Berlijn, moesten ze... een uurtje geloof ik verslag doen van een event en ze konden weer gaan. Mm-hmm. En ja, het is maar hoe gek je het wil maken. Moet je per se een blogger zijn of kan je ook een celebrity zijn of bekend Nederland? Nou, je moet bereik ergens hebben. Maar wij waarderen bijvoorbeeld subscribers op YouTube mm-hmm. hoger dan volgers op Instagram. En dat heeft te maken met dat ik kan nu zeg maar bijvoorbeeld Lizzie van der Ligt, een van de populairste bloggers in Nederland, heeft 250.000 volgers. 25% daarvan zit maar in Nederland. En ja, die zien wel die content, maar als je echt Nederland wil bereiken kun je beter met een Sanne Vogel werken, die actrice is, maar 25.000 volgers heeft, maar 95% van die volgers echt in Nederland zitten. Ja. Dus het hangt er heel erg vanaf. Yes. Ja, echt. Zijn het altijd ja, influencer-marketing parallel, ja, die associatie ja. die persoon? Ja. Nee, het is vaak, zeg maar, naarmate je groeit, vanaf 200.000 volgers, kun je er echt gewoon een serieus bedrijf omheen bouwen. Sterker ja. nog, moet je dat eigenlijk wel doen. Dus dan zie je ook vaak dat er een team is van twee secretaresses en een fotograaf en al dat soort dingen. Ja. Ja. Maar over de app en je dashboard. Dus die informatie, om de hoeveel tijd wordt, of per welke periode zie je informatie staan? 30 dagen. Afgelopen 30 dagen. Oké. Oh. Ja. Ik heb nog een vraag. Wat is de gemiddelde leeftijd van de influencer? Gemiddelde leeftijd weet ik niet. Het is natuurlijk een jong medium. Ja, zeg maar, wij kijken naar de volgers. Ja. En dat is tussen de 18 en de 24. Dat is gewoon het grootste deel. Maar je hebt, we doen nu een campagne met mommy bloggers. En dat zijn dus moeders. Ja. En daar zien we heel veel zeg maar, van binnenkomen op dit moment. Dus het wordt wel ouder. Ik weet, mijn ouders die zitten alleen op Instagram om mij een beetje in de gaten te houden. Omdat ik nog wel eens wat de wereld in stuur. Maar die zijn niet actief verder. Maar ze zien wel, oké, weet je wel, het medium groeit. Dus daar de gaan we ook op. Van 8 en 9 wel, dat is... Ja. 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 Yes. Ik vroeg me af, kopen jullie echt de content in? Dus raak ik zelf de content aan, raak ik dan de rechten kwijt? Nee, je raakt ze niet kwijt.
zeg maar, from a legal perspective, is het zo dat Circle wordt mede-eigenaar van de content die de influencer schiet voor het brand. Daar krijgen ze ook die vergoeding dus voor. En wij licenseren die content gratis aan het merk. Dus die mogen ze gebruiken online. Als ze het offline nemen, moeten ze de rechten verplicht afkopen. Daar zitten wij verder niet tussen. Dat is puur omdat wij er geen infrastructuur voor hebben. Maar we zijn dan tijdjes er maar naar aan het kijken hoe we dat in stelling kunnen zetten. Ook omdat we dan, voor de influencers is het super interessant. Want we halen zo'n 25 miljoen stukjes content elke maand binnen. En die kunnen we dan verkoopbaar maken. Yes. Als je nu zou beginnen met een blog, zou je... Beter laten. Weet je, de grootste tip, maar die geldt denk ik voor veel dingen, is blijf bij jezelf. Weet je wel, ga niet iets doen wat gewoon niet... Kijk, ik kan het niet. Ik zou gewoon met een blog beginnen. Maar het is wel... Er zit meer waarde in, maar ik denk ook dat het veel moeilijker is om op te bouwen. Wat je nu veel ziet, is mensen worden heel groot op Instagram, omdat er zitten zoveel viraliteitsmechanismes in. Dat volgen, zeg maar, ingebakken zit in het systeem. Bij bloggen is dat gewoon minder. Want je hebt wel wat tools, maar het gebeurt niet zoveel. Dus om van 100 naar 1000 bezoekers te gaan, daar kun je echt wel lang mee bezig zijn. Dat weten de jongens van Hostnet denk ik hier ook al. Maar als je dat op een sociaal kanaal dat doet, is dat iets makkelijker. Bewaak echt de kwaliteit van wat je de wereld inslingert. En als grote mensen dat gaan liken, dan kun je heel snel groeien. En dan kan je vervolgens als soort afgeleide nog altijd een blog starten vanuit zo'n sociaal media kanaal. Maar het gewicht, laat ik het zo zeggen, zeg maar, de dollar value die een merk aan een blog hangt, die is veel hoger dan dat ze aan een sociaal kanaal hangen. Ja, maar dat is heel lastig. Ja, want content die je op Instagram, en dat is een ander ding, content die je op Instagram de wereld in stuurt, is wat anders dan wat je op YouTube of op Facebook eigenlijk de wereld in zou moeten sturen. Er zijn ook hele andere, iedereen ziet het vaak als alles hetzelfde, maar het heeft niet zoveel zin. Andere klantsegmenten, andere mensen die op het ene medium zitten dan op het andere. Dus eigenlijk moet je ook heel goed nadenken van oké, ik ga op Instagram omdat ik snel korte verslagjes wil delen. Ja. In de comments of in een tekstje erbij. Dat kan. Eigenlijk, als je echt groot wil worden, moet je niet meer op één van die zes kanalen zitten die wij ondersteunen. Dan moet je mee bewegen op een netwerk wat net ontstaat. Ik zeg maar wat, wij kennen het niet echt, Musical.ly. 150 miljoen maandelijks actieve gebruikers in de US. Ik zit gewoon zeg maar te wachten tot het hier naar Nederland komt. Daar kun je nog een golf op meepakken. Ja, je moet een nieuw netwerk. Hoe zit het dan met Facebook en op LinkedIn? Maar Facebook werd al vaak gezegd, het is alweer aan het doodgaan. Maar op zich blijft het groeien? Of is er alweer de jonge generatie die dat helemaal niet meer gebruikt? Als ik naar de cijfers kijk, Twitter is eigenlijk helemaal over. Oh echt? In ons systeem, ja. Dat wordt niet meer gelezen. En Facebook steeds minder. Maar in Facebook zien we, met name Facebook Live, zien we hele goede resultaten. Ja, dus... Ook qua leeftijden en ook qua jonge leeftijden? Ik zeg maar wat, het NOS doet ook wel veel op Facebook Live. Gewoon puur omdat, ja, dan kunnen ze live events coveren. Dus veel mensen die stappen daar direct op in, krijgen ook een notificatie, zeggen, goh, NOS is een nieuwe video gestart of Pietje is een nieuwe video gestart, wil je kijken? Dan denk ik van, nou, ik ga toch even kijken. Als je gewoon foto's gaat posten op Facebook, dan moet het echt massaal gedeeld worden. En LinkedIn is natuurlijk ook social media, maar meer voor... Ja, het is meer more business. Wij doen dat eigenlijk niet echt business-to-business campagnes. Dat is gewoon, dat is best wel complex ook om op te zetten. En je kan ook niet zo makkelijk return on investment aantonen. Wat we wel op die andere sociale media kunnen. Ja. Had u een vraag? Ik wil afvragen van welke social media, want ik
tenminste Twitter, maar je zei je gaf al antwoord op haar. Ja, ja. Yes. Nou ja, als je een blog nu begint, ben je te laat. Maar je gaf ook aan dat je van moeders, mama-bloggers wel... Is dat een groeimarkt op dit ja. moment? Ja, en dan hoef je ook niet zo groot... Kijk, het is nooit te laat, hè. Als je hele unieke dingen maakt, dan is het... Maar ja, die kans is gewoon niet zo groot. Al moet je eerlijk zeggen, wij zien elke dag nog aanmeldingen denk van... Wauw, weet je wel, dit komt uit Nederland. Ik heb nog nooit gezien, ik heb nog nooit van gehoord. Enorm bereik. Hoe kan het? Dus kan wel, maar... mommy-bloggers is een interessant segment, ja. Ja, veel geld, dus voor brands interessant... om daar marketing spend naartoe te gooien. Ja. Yes. Wij werken met de partij in Amerika, die heet Demographics Pro. Naast het feit dat we eigen zeg maar, contentanalyse doen. Wat zij doen is, ze analyseren dus ook die content en ze kijken naar ongeveer 5% van de volgers. Die analyseren ze heel erg zeg maar, vergaand. En zij werken weer samen met Nielsen. Die maakt inkomensdata inzichtelijk. En zo maken ze daar een patroon van. Maar het zijn schattingen. Een beetje zo van hè, de gemiddelde vrouw in Amsterdam van bij dit dus. Nou, ze kijken echt wat is het contentpatroon over een aantal volgers heen. En als ze daar bepaalde, ik zeg maar wat, iedereen liked Hermes. Weet je wel, daar kun je iets uit opmaken. En ze hebben zoveel datapunten dat ze dat best wel accuraat kunnen schatten. Ja. Alright. Dankjewel.